allemaal. Op school werd ik gevraagd om een goocheltruc uit te leggen. Van een meisje genaamd Nella. Dat ga ik natuurlijk ook doen. Maar eerst laat ik de truc aan jullie zien. Laten we meteen beginnen. Oké, de cameravrouw Demi mag 3 pakken aanduiden. Ik kies deze. Ja. Deze. Ja. Die daarnaast. En deze. Dan pak ik. Oh, deze kaart zit weer bij mij. En dan nu mag je 2 pakken aanduiden. Deze. Ja. En deze. Ja. Die hebben we niet meer nodig. Nu tel ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ligt hier een 8. Let maar eens op. Wow. Kan je het nu ook eens een keer uitleggen? Want ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Ik had het beloofd, dus ik doe het ook. Dan heb ik maar geluk dat je die vriendin beloofd hebt, hè? Ja. Eerst en vooral ga ik even schudden, anders is het niet echt meer. Goeie truc eigenlijk. Dit vindt zij ook heel leuk om te zien. Dus daarom doe ik het ook op deze manier. Doe het nog 1 keer. En nu ga ik hem uitleggen. Hier van boven ligt een klaver 2. Maar als je nou bijvoorbeeld een harte dame had, dan moet je die even onderaan zetten. Want dat lukt meestal niet. Dan is de truc eigenlijk mislukt. Geen jokers in het spel gebruiken? Nee, dat is ook een heel goeie. Want als je bijvoorbeeld hier een joker hebt liggen, ja, dan is die ook gewoon mislukt. Want je weet niet hoeveel dat de joker telt. Hier heb ik 2. Van 2 ga ik tot 13 tellen. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van 6, want hier ligt het 6, ga ik ook tot 13 tellen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van 5 ook. Maar als je bijvoorbeeld hier een 5 hebt en heb je een 8, dan tel je gewoon als 1. Dus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nou, het is puur geluk dat ik nu al mijn kaartje weg heb. En nu mag gewoon iemand 3 pakken kiezen. De onderste 3. Die zeker. Die draai ik om. Heel goed omdraaien, want is die misschien mislukt. Die hou je bij 1. En dan mag je gewoon 2 pakken aanduiden. De buitenste. De 2 buitenste. Goeie keuze. 2. Ja. 2 plus 1 is 3. Plus 10. 10 is gegoocheltal. Dus dan moet je dat meestal wel doen. Dus eerst 3. 1, 2, 3. En dan gewoon plus 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die hebben we niet meer nodig. Die leggen we aan de kant. En hier tel ik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Om wat magischer te maken, kan je ze bijvoorbeeld hier voor het pak doen. Of over het pak. En dan zeggen van magisch, want hier ligt een 6. Cool of niet? Ja, echt wel. Zou het hier mij ook lukken, denk je? Ik denk het wel. Tot de volgende keer. Doei!